Laten we gaan praten met Jetty en Herman Bootsa. U bent terug uit Marokko. Niet helemaal vrijwillig. Nee, we hadden hier liever niet willen zitten. We hadden liever in Marokko in de huiskamer gezeten dan jullie te kijken. Oh ja, want dat doet u wel daar. Kijk, nou, dat is ook een vorm van evangeliseren. Ja, precies. U runt een weeshuis daar, hè? Althans, dat deed u. Ja, dat hebben we gedaan voor bijna 11 jaar. En dat zijn we begonnen met volle medewerking van de overheid natuurlijk. Je kan niet zomaar een weeshuis openen. Wie betaalde dat eigenlijk, het weeshuis? Wie? Betaalde dat? Dat werd betaald vanuit bronnen overal vanuit de wereld. We zijn daar begonnen op een heel naïeve manier. We hadden zelf een pleegkind opgenomen hier in Nederland al, wat een moslimachtergrond had. En we kwamen daardoor onder de indruk van wat er aan problemen ligt. Schaamte, schandeculturen, waar de islam vooral gevestigd is. En we kwamen er dus achter hoeveel moeders er zijn die niet weten wat ze met een net geboren kind moeten doen als het buitenechtelijk geboren is. Er is veel prostitutie, er zijn allerlei problemen waardoor meisjes, jonge vrouwen raadeloos met een kind de wereld in komen en ze weten niet wat ze ermee moeten doen. Dus u besloot daar een weeshuis op te zetten. Ja. U heeft een uitgesproken christelijke achtergrond, dat heeft u ook nooit in een stoel of bank gestoken. Nooit. Daar. Ja. En met het geld van die bronnen, ik neem aan dat er ook christelijke organisaties over de hele wereld zijn, heeft u dat daar opgezet? Ja, maar dat is niet alleen met dat soort bronnen. We hebben ook bijvoorbeeld een subsidie gehad van de Amerikaanse ambassade in Rabat van ongeveer $200.000 om een eetzaal te bouwen. We hebben een Marokkaanse aannemer die dat gebouw bouwde bereid gevonden om 1 miljoen dirham, dat is ongeveer €100.000, te geven. Ook omdat hij het werk prachtig vond. En ik kan u honderden verhalen vertellen dit over het gebouw, Marokkanen. Dit is het gebouw wat we nu zien. Dit is het weeshuis. Dit is het gebouw, Hoeveel mensen zaten daar in dat weeshuis? Hoeveel kinderen? We hadden 34 kinderen tot op dit moment. Dit gebouw hadden we al gebouwd voor de maximale capaciteit van ongeveer 100 kinderen. Ja. Daar waren we dus mee bezig. En u doet dit nu 12 jaar? 11 jaar, ja. Dus er zijn al veel kinderen zijn het weeshuis uitgegaan, op eigen benen, getrouwd, weet ik veel wat. Nee, allemaal. Nog niet, want wij zijn begonnen, opnieuw begonnen met dit weeshuis. Dat betekent dat je de kinderen inneemt als baby's, als kleine kinderen. Okay. Het oudste kind wat wij ingenomen hebben was 2 jaar oud. Juist. De anderen waren soms nog nat achter de oren, maar nog niet eens gewassen. Dus er is er nog geen één de samenleving ingegaan? Nee, nog niet. Nee. En u heeft natuurlijk een emotionele band met ze opgebouwd als u ze jong bij u krijgt. Ja, wij hebben ze vanaf de geboorte verzorgd. Wij zijn gewoon als vader en moeder voor hun geweest. En omdat wij nog 3 kinderen mee hadden naar Marokko toe, van onze eigen kinderen. 3 Nederlandse kinderen? Ja, 3 Nederlandse kinderen. 2 Nederlandse kinderen en nog een Turkse pleegzoon. Die zijn meegegaan. Hoe kwam u aan die kinderen eigenlijk? Werden die te vondeling bij voor de deur gelegd? Of hoe komen ze bij in zo'n weeshuis? Is meer de moeders brengen ze zelf. Of soms met een tante of een vriendin. Meestal een beetje stiekem. Want het is natuurlijk een schande voor hun om tevoorschijn te komen met een baby. En dan het weg te moeten brengen. Dat is gewoon voor moeders, hun ook heel moeilijk. Voor de die moeders brengen dat dan dus naar een christelijk weeshuis. Dat weten ze ook. Ja. Nee. Ons weeshuis is nooit een christelijk weeshuis geweest. Ja. Ons weeshuis was eigenlijk moet je het zien als een dorp van pleeggezinnen. Ja. Met andere woorden, wij verpleegden, we zorgden voor de kinderen. Het zijn ook wettig gezien nooit onze kinderen geweest. Nee, dat begrijp ik wel, maar u maar zegt net... Maar het was wel duidelijk dat wij geen moslims waren. Precies, ja, dat is duidelijk. Want dan kleed je je anders. Of... Waarom sturen ze of brengen ze hun kinderen dan niet naar een moslimweeshuis? Vaak is gewoon de afstand al te groot om in een grote stad aan te komen. Die mensen zitten dus een hele tijd tijdens de zwangerschap eigenlijk verstopt in een kamertje bij een tante van een vriendin. Omdat het allemaal stiekem is. Omdat het allemaal verborgen moet blijven. Dus die vrouw, die baby wordt dan geboren en dan zitten ze ermee en dan proberen ze een oplossing voor te vinden. En als wij dan het dichtst in de buurt zijn, dan maakt het hun niet zoveel uit waar een kind terechtkomt, als het maar goed terechtkomt. Dit ging allemaal goed. Ja. Tot 2 weken geleden ongeveer. Hè? Ja. Toen kwam daar... Ja, wie kwamen er eigenlijk om je eruit te zetten? Wat was dat? Politie? Of we hebben vanaf zaterdagmiddag werden we een half uurtje van tevoren werden we ingelicht. Er komt een inspectie. En het was meteen duidelijk dat het een behoorlijke inspectie zou worden. Nou, daar stonden we niet van te kijken. Want we hadden net 2 maanden geleden... hadden we een officiële erkenning gekregen van de overheid dat we een volwaardig instituut voor sociale zorg voor kinderen zouden zijn. En dat er dan inspecties volgen is logisch. Maar de manier waarop het ons verkocht werd,
het zou een routineonderzoek zijn. In plaats daarvan zijn we vanaf 's middag tot laat in de nacht, tot letterlijk 3:30 de volgende ochtend, zijn we bezig geweest om allerlei politieagenten van diverse groepen politie, je hebt in Marokko diverse soorten politie, werden we ondervraagd, moesten we papieren overleggen, moesten we kopietjes maken van de geboortebewijzen van de moeders die we hadden. We moesten hun telefoonnummers geven, want ze wilden de moeder spreken. Want er was natuurlijk iets aan de hand. En wij weten niet wat er aan de hand was. We zijn systematisch de volgende dagen, het heeft 3 dagen gekost, om door het hele programma van het kinderthuis heen te gaan. En gedurende die 3 dagen zijn de administratie aan de beurt geweest, de school aan de beurt geweest, alles wat we daar gedaan hebben. En bij elk van de onderdelen werd ons gezegd, prima voor elkaar. En we zouden ook niet weten hoe we het beter zouden moeten doen, om eerlijk te zijn. Laten we even kijken naar de beelden, want ja, daar hebben we beelden van dat de ware uitzetting plaatsvond. Ja. Kunt u vertellen wat hier gebeurt? Hier zijn de kinderen net verteld dat hun vaders en moeders allemaal moeten vertrekken. En dat ze met ingang van deze avond vertrekken. En dat was terwijl we er zelf niet bij waren. Als ouders hadden we niet eens het recht om met onze kinderen te kunnen praten erover. En vervolgens heb ik het thuis verteld. En deze beelden zijn van mij binnen in huis. En de kinderen begonnen verschrikkelijk te schreeuwen. En ja, u kunt je voorstellen. Ik wist zelf niet hoe ik erop reageren moest. Nee. Het was een buitengewoon emotionele toestand. Verschrikkelijk. Het lijkt me nog altijd vreselijk aan als ik dat dan zie. Dit zijn mijn kinderen, dit is mijn huis. Ja. Hier woon ik elke dag. Heeft u nog contact nu eigenlijk met ze? Ja. We zijn erin geslaagd om 1 keertje met 1 van onze jongetjes te spreken. Hij is 8 jaar. Hij vertelde ons, hij zei, papa, het gaat goed. En we mogen alles, we mogen nu naar E-team kijken in de school. En we mogen spelen met allerlei leuk speelgoed wat we anders nooit mogen. Dan ga je al met je opvoeding, hè? Ja. Ja. Wat dus u verweten... Het was duidelijk om de kinderen gewoon tevreden te houden, want ja, die zijn verpletterd. Wat u verweten wordt door de Marokkaanse overheid, is dat u aan het evangeliseren bent geweest. Ja, dat klopt. Heeft u dat ook gedaan eigenlijk? Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf wat je verstaat onder evangeliseren. Nou, lazen ze de Bijbel? Wij hebben onze kinderen van tijd tot tijd Bijbelverhalen voorgelezen. En we baden met ze aan tafel voor het eten, zoals we het hier in Nederland doen. Maar als daar moslims bij waren of we gingen uiteten bij heel veel van onze vrienden in de omgeving, dan was het altijd bismillah in het Arabisch. Dan was het een Marokkaans gebruik. En we waren er heel gevoelig juist voor dat de kinderen op zouden groeien binnen 2 culturen. Onze kinderen hebben bijvoorbeeld ook prima Nederlands geleerd, spreken keurig Nederlands. Spreken Arabisch. En dat komt omdat wij pleegouders zijn van deze kinderen. En dus de 8 die bij ons in huis waren, spreken goed Nederlands. Hebben stukken uit de Bijbel gehoord, omdat wij ze verhalen vertellen. Maar 80% van de Bijbelverhalen die wij verteld hebben, komen uit het boek van de Joden. Mm-hmm. Het Oude Testament. Ja. En die staan ook allemaal genoemd in de Koran. Maar goed, dus wij begrepen het probleem niet. Nee. Nee, maar je zou kunnen zeggen, als dan toch 80% uit de Koran komt, had het dan ook uit de Koran voorgelezen? Nou, dat hebben we ook gedaan. Ik heb ook een aantal keer de versie van de Koran voorgelezen aan de kinderen. Want het nare is, ik zou natuurlijk zeggen, lees vooral voor uit de Bijbel, maar het mag daar niet, hè? Je mag niet evangeliseren. Dat mag helemaal niet, überhaupt niet. Het is niet een land als Nederland waar je vrijheid hebt van meningsuiting, vrijheid van geloof, bijeenkomst, noem maar op. Nee. Maar wist u dan dat u op de rand balanceerde van wat daar wetten was? Dat wisten we heel goed. Waarom heeft u dat risico genomen? Nou, we hebben al 10 jaar geleden hebben we met de gouverneur daarover gesproken. En gezegd dat wij zijn christen. En wij gaan dit doen vanuit onze identiteit. Maar u mag niet evangeliseren. Ja, maar is het evangeliseren als je een Bijbelverhaal voorleest? Nou, als je kinderen van die... Ik bedoel, het lijkt me verschrikkelijk wat u heeft meegemaakt. Dus daar niet van empathie daarvoor. Maar als je weet dat iets niet mag en dat je dan het risico loopt wat nu gebeurt, dat je je kinderen kwijtraakt, dat is natuurlijk een hard gelach. En we hebben nog even gekeken wat in de statuut, maar de regels van uw organisatie staat. En dat staat toch, de kracht en de liefde van God laten zien is een taak die u wil. En degene die een keus maken voor de God, helpen een volgeling van hem hoofdletter te worden en hen helpen om in genade en kennis van de verlosser te komen. Ja, dat zijn, eerlijk gezegd, als dat op mij wordt losgelaten, denk ik, nou, die man probeert mij te evangeliseren. Nou, deze tekst staat al 10 jaar op de website. Mm-hmm. Het was volkomen bekend bij de overheid in Marokko. We hebben toestemming gekregen van de overheid. Voor 99 jaar hebben we plannen moeten inleveren. Van elke 5 jaar, elke 10 jaar plannen inleveren.
En we hebben alles gedaan in alle openheid. We hebben daar in de theehuizen, in de koffiehuizen met mannen overlegd als ze al een bezwaar maakten over dit punt. Dan vroegen we hen, waarom doen jullie het dan zelf niet? Ja. Want als jullie het zelf doen, hoeven wij hier niet te zijn. Dan trainen wij jullie om het zelf te doen. Meneer Voordewind, u bent Kamerlid van ChristenUnie. Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Want als je namelijk naar hun eigen grondwet kijkt, dan zie je dat de godsdienstvrijheid wel gegarandeerd wordt. Als je nou kijkt naar de universele verklaring van de rechten van de mens. Marokko heeft dat ondertekend. Artikel 18 staat ook godsdienstvrijheid uitdrukkelijk in genoemd. Dus er zijn allerlei verdragen die zij zelf hebben ondertekend, waarbij zij ook verklaren dat er godsdienstvrijheid is. Dus ja, dat deze mensen het nu moet overkomen, dat is natuurlijk wel bizar. Dat vraag je af van hoe komt dat nou? Nou, dan zie je dat dit een trend is van het afgelopen jaar. Zij zijn niet de enige. Ik begrijp dat er nu weer een andere weeshuis ook onder vuur wordt genomen. Ook christelijke weeshuizen? Juist op het moment vanmiddag kreeg ik een e-mailtje van mijn collega-directeur van het andere weeshuis dat daar precies hetzelfde proces aan de gang is op dit moment. We weten ook dat Marokkaanse christenen die in een huisgemeente hielden, dus met elkaar een aantal drie families bij elkaar kwamen om geloof te beleiden, dat die ook in februari zijn overvallen door 60 politieagenten en gearresteerd zijn. Er waren kinderen bij, er waren baby's bij. Dus je ziet dat het net wordt nauwer rondom de christelijke gemeenschap daar. Niet alleen de Marokkanen. Waarom nu eigenlijk? Maar, heeft u daar een theorie voor? Er zijn begin van dit jaar zijn er twee nieuwe ministers aangesteld in Marokko. Een nieuwe minister voor Justitie en een nieuwe minister voor Binnenlandse Zaken. Die gaan alle twee natuurlijk over het rechtsapparaat, over de juiste applicatie van de wetten. En dat is gewoon een duidelijke keus voor een nieuwe harde lijn. Ja. Meneer Voordewind, want u zit hier niet voor niks. U zit hier niet alleen omdat u sympathie voor dit onderwerp heeft, maar ook omdat u vindt dat er wat gebeuren zou moeten hier in Nederland. En wat dan precies? Ja. Nou, toen ik dit verhaal hoorde, maar al eerder toen ik andere verhalen hoorde, wat ik net vertelde in februari was, dat heb ik Kamervraag gesteld, trouwens samen met collega's, om te zien of dit inderdaad een trend was. Nou, de minister zag dat toen nog niet in de beantwoording van die vragen. Maar na de uitzetting van deze familie Boonstra heb ik weer vragen gesteld. Met steun van de hele buitenlandcommissie deze keer. En gevraagd van, ja, hier moet toch wel grote zorgen over worden geuit door de minister van Buitenlandse Zaken. En hier moet opheldering over komen. Dat heeft de minister ook gedaan. Die heeft de ambassadeur van Marokko op het matje geroepen. Ja. En verantwoording gevraagd. En dan? En nou, daarvan heb ik ook gezegd, nou, dat is in ieder geval in diplomatieke kringen is dat een stevige berisping van een land. Mm-hmm. Maar ik heb ook gezegd, daar moet het niet bij blijven. Deze mensen zijn zomaar het land uitgezet, hebben geen recht gehad op een eerlijk proces om hun verhaal te doen. Nou, je zet mensen alleen maar uit als ze terroristen zijn of spionnen. Dus ze hadden gewoon recht op een eerlijk proces om hun verhaal te doen. Ze hebben daar bezittingen opgebouwd, maar sterker nog, het gaat natuurlijk om die kinderen. Ja. Ja. Dus ik vraag aan de minister ook van, probeer nu te bemiddelen zodat het contact in stand gehouden kan worden op een of andere manier. Dat is het diplomatieke traject. Ja. Tegelijkertijd hebben we ook nog eens een handelsverdrag als Europese Unie met Marokko. Dat heet het associatieverdrag. Daarin staan ook allerlei verwijzingen naar mensenrechtenverdragen. Ook de universele verklaring van de rechten van de mens. Die hebben zij ondertekend, dus dat kon ook makkelijk worden opgenomen in dat verdrag. Nou, dat geeft handvaten om binnen de Europese Unie toch dit soort tendensen nu te bespreken, serieus te bespreken met Marokko. Wat er nu precies aan de hand is en waarom dit gebeurt. Maar u wil ook een oproep doen. Ja, dat is dan een oproep richting de minister Verhagen en richting de Europese Unie. Maar ook een oproep naar de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Ik denk even aan Abu Taleb, nu burgemeester Amsterdam, voormalig staatssecretaris Sociale Zaken, die regelmatig contact had toen hij staatssecretaris was, maar ook toen hij nog wethouder was in Amsterdam, met zijn land van herkomst, Marokko. Dus u zegt, de burgemeester van Rotterdam moet bellen met bestuurders daar om ervoor te zorgen dat dit Marcouch, in een ander vaarwater. Marcouch wil nu Tweede Kamerlid worden voor de Partij van de Arbeid. Khadija Ariep is nu Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Die moet allemaal in actie komen. Die is adviseur. Ik weet niet meer of ze het nu is, maar ze was adviseur van de koning. Maar wat die moeten zij doen? Invloed richting het Marokkaans. Nou, het zou natuurlijk goed zijn. Wij kunnen hier natuurlijk wel oproepen vanuit het Veilige Nederland om daar ze aan hun eigen wetten te houden. Maar het zou nog sterker zijn dat de mensen die hier de godsdienstvrijheid genieten, die we ze ook met recht gunnen om hun geloof te uiten in de moskeeën. We hebben zelfs een moslimomroep
met subsidie van de Nederlandse overheid om hun geloof te uiten, moslimgeloof te uiten, in een van oorsprong christelijke natie. En diezelfde rechten zou het mooi zijn als zij die ook bepleiten in hun eigen land. Maar wat haalt het nou uit om drie toevallig PvdA-politici die alle drie een Marokkaanse achtergrond hebben, om die, wat moeten ze dan, wat zullen ze nou wezen? Nou, het zou doen? Natuurlijk mooi zijn als zij erg op prijs stellen de godsdienstvrijheid die ze in Nederland ontvangen en de ruimte die ze krijgen. Maar dat ze bij hun eigen regering en de contacten die zij hebben voor hetzelfde zouden pleiten. Dat vergroot ook het draagvlak in Nederland. Hun eigen regering, dat is Den Haag volgens mij. Het zijn toch Nederlanders? Nee, hun eigen contacten in Marokko. Want ze hebben nog contacten, er zijn altijd veel contacten met Marokko. Maar meneer Voorland, hoe zou u het nou vinden als er uit Marokko een echtpaar kwam, overtuigd moslim? Ja. En die zouden hier een weeshuis beginnen jonge niet-Marokkaanse baby's. En daar proberen het moslimgeloof op te brengen. Ik zal het sterker vertellen. We hebben natuurlijk hier veel imams die uit Marokko komen. Die worden hier ingevlogen. Die mogen het evangelie in alle openheid verkondigen. Dat hebben we ook zo afgesproken. Dat moet ook zo kunnen. We hebben een leger imam. Dat is toch iets anders dan dat je een leeshuis verkondigt. Vindt u dat het evangelisatie is? Waarom wilden jullie zo graag naar Marokko om daar voor kinderen te zorgen? Omdat wij weten dat juist in islamitische culturen, bijvoorbeeld adoptie, is totaal niet mogelijk in islamitische culturen. Want in de Koran staat dat de profeet zegt vanaf nu geen adoptie meer. Dat betekent dus dat er al jarenlang een groot probleem is over dit hele probleem van adoptie. Dat betekent ook dat Marokkaanse mensen die een kind willen adopteren, moslims, niet een kind kunnen adopteren met hun eigen naam. Dat kan alleen maar met een andere naam. Enzovoort. Daar kan ik door. En het tweede is dat de schande rondom dit hele probleem zo groot is dat de overheid er in Marokko bar weinig tot niets aan doet. En de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland weet dat heel erg goed. En wij hebben heel veel contacten gehad met Marokkaanse Nederlanders die zeggen, gefeliciteerd met jullie project, jullie doen er tenminste wat aan. En die ons graag willen komen helpen. Maar heeft u ook wel eens overwogen om, als u dan gewoon zeg maar de Bijbel thuis had gelaten, dan had u er nog gewoon kunnen zitten misschien? Dat is waar, ja. Dit geldt natuurlijk voor heel veel christelijke hulpverleners. Hè. Er zijn, maar is dat dan geval was dat dan toch een optie geweest? Laten we gewoon het geloof te buiten. Dan kunnen we voor die kinderen zorgen. Maar het was nooit een discussiepunt. Ze werken daar 10 jaar lang. Er zijn heel veel christelijke hulpverleners die werken ook in moslimlanden. Die doen gewoon hun werk. Nou, als dit de tendens wordt in moslimlanden om christen hulpverleners naar huis. Ik ben zelf ook hulpverlener geweest. Ik heb ook in die landen gewerkt. Ik heb in Irak gewerkt. Ja, als je al die mensen naar huis moet laten gaan omdat ze hun Bijbel moeten thuis laten. Maar zou je dan thuis blijven als het zonder Bijbel zou moeten? Nee, want kijk, als je nou zonder Bijbel terug kan krijgen. Ik kan zelf de Bijbel goed genoeg om het helemaal zonder te kunnen. Ah, ik ken wel uit die hoofd. Ja, dat is wel makkelijk. Een soort e-book. Heel even makkelijk door de bocht. Hoe gaat u ze terugkrijgen? Dat weet ik niet. Dat is helemaal, dat is helemaal voor de overheid in Marokko om te besluiten. Wat wij heel erg jammer vinden is dat terwijl er zo weinig gedaan wordt op dit terrein voor kinderen in Marokko, waarom men niet dan met ons is komen praten en ons op deze brute manier verwijderd heeft. Nee, gezinnen uit elkaar gescheurd. Denkt u dat het ook te maken heeft met de politieke situatie hier in Nederland, dat ze u zo hard aanpakken? Dat een van de grootste partijen hier nu een anti-Marokkaanse partij is, die de islam natuurlijk behoorlijk op de keper neemt, onder vuur neemt. Nou, ik weet het niet. Daar kan ik echt niks over zeggen. Ons team bestond uit mensen van diverse nationaliteiten, dus ik vind dat een klein beetje vergezocht. Maar ik weet het niet. In elk geval willen wij met ons hier aan tafel zijn niet meneer Wilders even een klein beetje lift geven. Want wij zijn helemaal niet tegen islam. En we zijn ook helemaal niet tegen Marokko. Goed. Wij willen heel graag gewoon ons werk doen, stilletjes, rustig, in de bergen van Marokko, met kinderen die anders geen hoop hebben. Er komt ongetwijfeld het nodige op gang de komende dagen.